De afdeling vuilophaal en verwerkingsdienst van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie verlangt medewerking van buurtbewoners van Wintiwaai bij de vuilophaal. De afdeling had voor maandag 13 januari een ontmoeting gepland met de buurtbewoners, maar die lieten het echter afweten. Wij spraken het hoofd van de dienst vuilophaal en verwerkingsdienst, Claudia Maatsen. We hebben gemeend vandaag naar de buurtbewoners te komen van dit gebied voor een voorlichting. Omdat er steeds gebleken is dat de mensen dat vuil elke dag ongecontroleerd en op de hoeken plaatsen, waardoor er onhygiënische situaties ontstaan. We moeten vaker uitdrukken om dit gebied op te ruimen. Dus we dachten, laten we vandaag naar ze toe komen. We hebben geflyerd zaterdag en zondag. En om de mensen op te roepen van dit gebied, de omliggende straten. En het bleek dat de mensen geen interesse hebben voor de voorlichting. Dus we weten niet hoe we dit nog moeten oplossen samen met de buurtbewoners. Nou, we krijgen dagelijks klachten binnen van buurtbewoners die aangeven dat andere buurtbewoners vuil op de hoek bij hun dumpen. En we hebben geprobeerd ze nu tot een oplossing te komen. Buurtbewoners opgeroepen voor een gesprek om tot een oplossing te komen. Maar zoals u het ziet is er geen buurtbewoner verschenen. In het resort Flora zullen we ook op verschillende locaties vuil ophalen. Het vuil is eigenlijk al gelokaliseerd. En daar zullen we ook dan bewustwordingscampagne met de buurtbewoners hebben. Flyeren en praten met ze hoe ze het wel en niet mogen doen. En als ze grof vuil hebben met welke instanties ze in contact moeten treden. Aan de totale samenleving waar de vuilophaal de diensten verleent, in geheel Paramaribo en Wanica, in Kommerwijnen, in Nikeri, vragen we om het vuil aan te bieden op de juiste dagen van hun resort of van hun rayon. Mocht het zijn dat het niet gebeurt volgens de regels die zijn vastgelegd, vragen we dat ze niet mogen schromen, dat ze contact kunnen opnemen met de afdeling. Het nummer is 46 24 45 en 46 35 41. Ze mogen gerust bellen de hele dag tot en met 11 uur 's avonds. Van maandag tot en met vrijdag. En op de zaterdag zijn we ook aan het werk en op de zondag